Meer dan 2/3 van alle basisschoolkinderen die gebruikt Skoola. Dus voor mij is dit ook wel een soort van toekomstdroom die opeens werkelijkheid aan het worden is. 2013 sprak jij op 7D-TV, was je te gast op 7D-TV. Toen had je 33.000 abonnees. En toen had je de grote ambitie om naar 150.000 uit te groeien, een paar jaar later. Is dat gelukt? Ja, dus dat is gelukt. Dat heeft, even kijken, hoeveel jaar heeft dat geduurd? Ik denk dat dat is gelukt in 2017. Hm. Dus dat daar hebben we uiteindelijk dus 4 jaar over gedaan. Ja. Sindsdien, het zijn natuurlijk ook abonnees die zichzelf continu verversen. Ja. Kinderen die gebruiken, die gebruiken Skoola's op de basisschool zitten. En als ze naar de middelbare school gaan, dan hebben ze niet meer nodig. Inmiddels hebben we daar een ander bedrijf voor naast Skoola gezet. Ja. Wat zich focust op de middelbare school. Kijk eens. Omdat we toch wel zonde vonden dat we al die hele blije klanten moesten uitzwaaien steeds. Ja. Maar dat waren individuele abonnees. Dat waren gewoon, zeg maar, en toen kwam corona. Ja, toen kwam corona. En toen is het, dus nu is het in de afgelopen weken is het zowel in de schoolgebruik geëxplodeerd. Dus waar we normaal gesproken misschien op hetzelfde moment. Maar 10.000 gebruikers tegelijk hadden op de site. Ja. Hebben we tijdens corona momenten gehad dat we 300.000 tegelijk hadden. Dus dat is ook nog wel echt wel pittig geweest voor het team om alle infrastructuur nog even extra up te beefen. Dus in de eerste paar dagen hebben we daar echt wel aardig mee geworsteld en hadden we regelmatig outages. Dat het eruit lag. En natuurlijk heel veel ouders die hadden allemaal schema's gemaakt. En die schema's begonnen heel vaak met 9 uur tot 10 uur 's ochtends Skoola. Ja. Dus hebben we op een gegeven moment ouders ook natuurlijk heel erg bedankt voor het vertrouwen. Maar ook gevraagd om het misschien ietsje over de dag te verspreiden. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dus ook die upgrades doorgevoerd. En nu kunnen we dat soort grote groepen gebruikers aan. Want had je dat model al met scholen, dat je zeg maar los van individuele gebruik, had je al schoolabonnementen. Maar is dat echt geëxplodeerd nu in een paar weken tijd? Ja, dat is echt geëxplodeerd. Ja, dus die miljoen waar we nu op zitten, dat is eigenlijk 2/3, of meer dan 2/3 van alle basisschoolkinderen. Wat er dus 1,5 miljoen zijn. Ja. Die gebruikt Skoola als oefenplatform. Jezus. En het thuisgebruik is dus ook heel sterk gegroeid. Dus in die zin is dit voor ons ook wel een soort doorbraak geweest. Waarin we van aanvullend onderwijs eigenlijk de kern van het onderwijs zijn opgeschoven. Ja, en waren jullie, want hè, je stapt er net snel overheen, hè, even opschalen. Ik moet dan meteen denken aan Zoom bijvoorbeeld, hè, waar wij nu in zitten. Ja. Wat natuurlijk ook zeg maar zo'n met een iets zeg maar, wat Amerikaansere cijfers, zeg maar relatief gezien moesten ook even opschalen. Ja. En in één keer liggen ze onder het vergrootglas. Nou, dat ligt in onderwijs ligt dat nog veel gevoeliger. Waren jullie hier klaar voor, zeg maar, qua security en privacy en al dat soort dingen? Ja, op die vlakken waren we er meer dan klaar voor. En eigenlijk al zelfs voor dat hele, natuurlijk voor dat AVG werd doorgevoerd. We hebben eigenlijk altijd gezegd van een van de redenen voor mensen om gebruik te maken van een betaalde service is ook dat je de zekerheid hebt dat je kind veilig online is, maar ook dat hij niet. Ook qua businessmodel, dat we niet afhankelijk zijn van advertentieinkomsten of derde partijen aan wie we data zouden moeten verkopen. Ja. Dat hebben we eigenlijk vanaf het begin altijd gezegd, van we willen daarin de beste zijn en de meest betrouwbare.
Dus op dat vlak stond het eigenlijk al als een huis. En ook qua, we doen ook heel veel onderzoek naar hoe ons merk gewaardeerd wordt, zowel door scholen als door ouders. En die gunfactor die was er al lang. En dat heeft zich natuurlijk wel terugbetaald in een tijd waarin opeens iedereen in die onzekerheid wordt gestort. Dus eigenlijk heel veel diepte-investeringen die we hebben gedaan in de security, maar ook in het merk en de kwaliteit. Ja, die hebben zich nu terugbetaald. Dat betaalt zich nu uit. Hoe dubbel is jouw gevoel dat je aan de ene kant in een tijd leeft, hè? Want ik wil het zo meteen nog even hebben, want jij bent volgens mij ook investeerder. Ja. Of je zit in andere activiteiten ook. Ja. Dat je aan de ene kant in een wereld leeft die werkelijk op zijn kop staat en tegelijkertijd onderdeel bent van een bedrijf die hiervan enorm profiteert, zakelijk. Ja. Ja, dat is zeker dubbel. Mijn rol bij Skoola is inderdaad, 2 jaar geleden is die veranderd. Dus ik ben teruggetreden als CEO. Ja. Mijn longtime COO, Serge Buters, heb ik benoemd als CEO. En hij doet dat fantastisch. Dus ik ben nu een van de aandeelhouders en ook adviseurs van het team. Mm-hmm. En daarnaast ben ik actief geworden als investeerder. En adviseer ik ook andere scale-ups en start-ups. En daar zitten er ook bedrijven tussen die natuurlijk het veel minder goed doen in deze tijd. Er is natuurlijk heel veel gesproken over start-ups die niet eventjes kunnen aantonen dat ze een 20% omzetdaling hebben. Ja. En ook al doe je het heel erg goed, stel je hebt een SaaS-model. Het kan zijn dat je geen enkele nieuwe klant meer werft, maar dat je omzetcijfers niet 20% gedaald zijn. En dat is natuurlijk inherent aan het model wat je hebt. Ja. Nou ja, daar is natuurlijk veel over gesproken. Dus die andere kant zie ik ook. En dat is absoluut een dubbel gevoel. Het gekke is, ik heb Skoola wel ooit, ben ik gestart ook in een tijd dat het crisis was. Hè. Dus het oorspronkelijke idee ontstond bij mij letterlijk ongeveer op de dag dat Lehman omviel. Ik werkte toen bij een redelijk oldschool mediabedrijf wat heel graag wilde digitaliseren en daar grootse plannen en budgetten voor mij ter beschikking voor had gesteld. In 2008 gingen toch al die plannen de ijskast in. Het was altijd mijn ambitie om te ondernemen. Nou ja, dat verhaal heb ik verteld in het eerste interview. Ja. Ik heb in die zin ook altijd de hoop gehad van oké, als ik nu iets in een crisis kan starten, mm-hmm. Dus iets kan neerzetten. Nou ja, de gedachte destijds was ook onderwijs is iets waar mensen nooit op gaan bezuinigen. Dus ik had altijd wel de hoop van oké, dit is crisisbestendig wat ik nu doe. Want ik had in andere sectoren waar ik daarvoor had gewerkt gezien wat een impact toch al een recessie kon hebben op... Ik heb ooit bij Philips gewerkt. Nou, daar hadden we hele hoge voorraden natuurlijk. En die moesten natuurlijk altijd via de retail weer verkocht worden. Hmm. En ik heb daarna ook gezegd van ik wil eigenlijk nooit meer bij een bedrijf werken wat voorraden heeft. En crisisbestendig is een eufemisme als je nu kijkt naar Skoola. Want dat maakt jullie bedrijf eigenlijk wel in één keer een heel belanghebbend orgaan in het onderwijs. Laten we nou eens, hè, want we kunnen heel lang praten over de huidige tijd waarin we zitten en zo. En dat doen we eigenlijk al de hele dag door. Dus laten we er nou eens overheen stappen en ervan uitgaan dat ooit is dit allemaal voorbij. Wat wordt dan de rol van digitaal onderwijs wat jou betreft? Nou ja, ik denk dat die rol, die gaat natuurlijk veel groter worden dan dat die tot corona was. Ik denk dat mensen natuurlijk nu in sneltreinvaart hebben kunnen ervaren wat je er allemaal mee kan doen. En hoe efficiënt je eigenlijk het onderwijs kan maken. Mm-hmm. Als ik gewoon nou kijk naar voorbeelden heel dichtbij me.
Alleen al bij mijn eigen kinderen, maar ook bijvoorbeeld een neefje van mij, wat ja, toch al best wel moeite had of heeft om in de klas ja, goed de lessen te volgen. Maar die zoomt nu met zijn docent en ja, die is nu opeens veel gemotiveerder voor de lesstof dan dat hij is geweest zeg maar, door de plenaire lessen. En dus ik denk dat digitaal onderwijs ons in staat stelt om de eigenlijk de meest waardevolle resource die het onderwijs heeft, namelijk een gemotiveerde leerkracht, om die veel beter te benutten op de manier die een individuele leerling verder kan helpen. Ja, ja. En dat is iets waar altijd iedereen het mee eens was, maar de vraag was altijd van ja, hoe dan? Hoe gaan we dat dan organiseren? Want ja, er zijn maar zoveel uren in een dag en als docenten moeten we zoveel verschillende dingen doen. Hoe kunnen we nou die leerlingen individueel meer aandacht geven? Ja. En nu zijn we het eigenlijk aan het doen. Ja, plus alle argumenten tegen zijn natuurlijk even niet relevant. Hè? Dat was natuurlijk wat ik veel merkte. Als ik dan in het onderwijs, als ik op congres of zo actief was, zeg je ja maar dit, ja maar dat, ja maar dat, ja maar dat. En al die ja maars is nu zo van ja, gast, er is even niks anders, dus we moeten wel. Ja, nou daar geniet ik natuurlijk ook wel een beetje van. Dat ik nu zie dat toch de hele conservatieve krachten, ja, die natuurlijk altijd wel ja, konden zeggen, ja, maar dit is nog niet bewezen wetenschappelijk, of de privacy, dit of dat. En, ja. En die, ja, die kunnen nu eventjes niet de dingen blokkeren. Mm-hmm. En nu is het gewoon pragmatisch, hoe je met de riemen die we hebben. Ja. En ik las zelfs afgelopen week ergens in een artikel dat ze zelfs in Italië, wat natuurlijk veel minder ver is met digitalisering in het onderwijs, mm-hmm, en überhaupt, dat ze zelfs daar tevreden zijn met hoe de transitie naar digitaal onderwijs is verlopen. Ja. Ja, dus voor mij is dit ook wel een soort van toekomstdroom die opeens werkelijkheid aan het worden is. Ja, bizar fenomeen om van te genieten, kan ik me zo voorstellen, omdat het zo zuur is. Ja, het voelt heel dubbel, want ik spreek dus ook heel veel ondernemers in allerlei, die kennen uit allerlei netwerken waar ik in zit, die het ongelooflijk zwaar hebben en die, wiens omzet gewoon van de een op de andere dag weg is gevallen. Misschien 10% nog is van wat het was. Ja, ja, ja. En die zijn ook weer met allerlei creatieve dingen bezig. En andere businessmodellen. Het is een hele gekke tijd. Ja, want waar ben je nog meer mee bezig na Skoola? Ik investeer dus in een aantal start-ups. Die zitten eigenlijk op allerlei verschillende vlakken. Mm-hmm. Ze hebben het over het algemeen wel te maken met duurzaamheid of met een bepaalde maatschappelijke bijdrage leveren. Dus er is een bedrijf waar ik in investeer dat heet Healthy Workers. En die zorgt ervoor dat werkplekken veel gezonder gaan worden. Ja, ja, net geïnterviewd. Wat zeg je? Ik heb hem net geïnterviewd. Boy Lokhoff. Ja, precies. Ja, ja, ja. Is nu ook aan het schakelen, hè? Want het was natuurlijk ook een model wat even zoiets van oeps, wat gaat er nu gebeuren? Ja, maar nee, zeker. Hij heeft ook echt, en dat vind ik ook wel heel knap hoor, hij heeft echt ook wel heel snel geschakeld en eigenlijk zijn propositie nog relevanter gemaakt, denk ik. En ook voor na corona. Ja, we maken dus, de kijkers nu heel nieuwsgierig naar Healthy Workers, dus die moeten vooral even op CWT-TV gaan kijken. Want ja, precies. Voor mijn begrip, hè, waar heb jij je geld mee verdiend? Heb jij stukken Skoola verkocht of had je al geld? Of hoe zit dat? Nou, nee zeker. Ik heb eigenlijk tijdens Skoola heb ik altijd alles wat Skoola verdiende meteen terug geïnvesteerd in de groei van Skoola. Dus eigenlijk in die fase niet. Maar nee, ik heb in juni 2018 heb ik een groot deel van mijn belang verkocht aan een Amerikaanse investeerder. Okay. Die is ingestapt. De andere aandeelhouders van Skoola, RTL Ventures en een aantal angel investors, die zijn toen ook of die zijn toen uitgestapt ook. Ja. En ik heb uiteindelijk toen nog
een deel van mijn aandelen aangehouden. Ja. Maar dus een deel verkocht. En ook vanuit mijn eigen wens om weer de volgende stap te gaan zetten in het ondernemerschap. Mm-hmm. Ben toen eerst eigenlijk even een goed jaar gewoon helemaal gas teruggenomen. En dus even alles gaan verwerken. Dat is natuurlijk toch een enorme rollercoaster geweest. En ben toen gaandeweg met allerlei ondernemers en bedrijfjes in gesprek geraakt. Waar ik dus bij sommigen als adviseur actief ben geworden. En bij anderen ook echt als investeerder ingestapt. Okay. Dus ik heb nu een portefeuille opgebouwd van investeringen. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk begon het toch ook wel weer te kriebelen. En is bij mij toch ook wel weer de drang ontstaan om gewoon zelf weer nieuwe dingen te gaan doen. Dus ik ben nu, ook met een nieuw bedrijf bezig. En dat zit nu nog in een iets te vroege fase om daar, nu al meer over te gaan vertellen. Maar binnenkort gaat daar een pilot voor starten. Huh. En de bedoeling is dat we ergens halverwege de herfst, dat we dat groter gaan lanceren. Dus, dan spreken wij elkaar tegen die tijd weer. Zeker, ja. En dat, dat wordt ook weer erg leuk. En, Je kan geen tipje van de sluier oplichten al, zeg maar. Nou ja, het tipje is dat ik heel veel van wat ik heb geleerd bij Skoola, met name hoe je mensen kan motiveren om dingen te doen waar ze misschien in eerste instantie niet zo voor staan te springen. Bij kinderen was dat natuurlijk na school sommetjes en woordjes oefenen. Ja. Hoe je mensen toch zover kan krijgen om die dingen juist wel te doen. En, het spelenderwijs leren of spelenderwijs met dingen bezig zijn. Mm. Dat ga ik absoluut weer toepassen, ook in dit nieuwe bedrijf. Maar dan zit het in een hele andere sector. Maar een sector waar ook nog heel veel ruimte is voor innovatie en frisse nieuwe ideeën. En ik ben met een hele leuke compagnon ook bezig die eigenlijk in die sector een heel mooi merk heeft neergezet wat bijna iedereen kent en gebruikt. Meer kan ik nu niet zeggen. Maar we hebben een hele leuke chemie samen. En ik heb heel veel zin om weer iets nieuws in de markt te gaan zetten. Dus wordt vervolgd. Lijkt mij een uitstekende afspraak bij deze, André. En dank voor je update. En nogmaals, long story short, waanzinnig gefeliciteerd met de plek, die Skoola. We hebben er een vreselijke crisis voor nodig, maar het onderwijs verdient dit wel. Dus laten we hopen dat dit zo'n grote slag is, dat we dat digitaliseren nou eens een keer fatsoenlijk gaan omarmen met z'n allen. Dus, en daar heb je dan mooi aan bijgedragen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, heel, heel leuk dat het zo is uitgepakt. En Leuk om elkaar weer te spreken. Zo 6 jaar, 7 jaar na dato. Ja. Laten we de volgende keer iets korter doen. Ik spreek je in het najaar weer. Absoluut. Doen we. Okay. Hoi, dank voor je tijd. Oké, ciao. Hoi. Dag, Ronnie. Doei.